Ik heb de Passion een jaar geleden gezien in Rotterdam en het jaar daarvoor in Gouda. Ik ben zelf niet gelovig, maar als ik zie wat er gebeurt als mensen hun geloof uitdragen op zo'n mooie manier, wil ik daar graag deel van uitmaken op een positieve manier. En dat er mooie liedjes gezongen worden maakt het alleen nog maar leuk. Dus ik vind het een hele positieve uitstraling hebben. Ja. Mijn dokter is een van de dragen, omdat ze vindt het zo bijzonder, zo lief dat ze kunnen doen in Den Haag. En in Spanje, de vrouwen kunnen het niet doen. En hier de vrouwen kunnen het doen. Voor mij het is anders. Wat betekent het voor jou? Het is een symbool van een cultuur. Maar voor mij het is niet spiritual. Waarom loop je hier? Nou, omdat ik het een mooi verhaal vind. Een hoog spektakel met leuk muziek en zingen. Diepere betekenis zit er voor mij niet in. Uit Amersfoort zijn met z'n tweeën hier gekomen. Zijn zelf ook katholiek en vanmorgen zaten we in de kerk voor de Witte Donderdagviering. En nu wilden we dit graag dichtbij meemaken, omdat het vorig jaar hartstikke mooi was en inspirerend op tv. Wat ik wil per se dat meelopen doen en niet op de vijver of staan, gewoon een stukje geloofsbeleving te vinden. Dit is dan een beetje het gevoel wat hij toen gehad moet hebben met zijn kruisweg. Maar verder kan ik het ook niet benoemen, eerlijk gezegd. Nee, omdat ik het bijzonder vind om op deze manier mijn geloof uit te dragen en met meer mensen hier aanwezig te zijn. Ik geloof in God, in Jezus en in de Heilige Geest. En dat is voor mij een belangrijk iets in mijn leven. Verder weet ik ook niet precies wat ik er verder over kan zeggen. Dat doet me heel veel. Pasen betekent de opstanding van Jezus. En de kruisiging is zijn sterven aan het kruis en na 3 dagen is hij opgestaan uit de dood en dat vieren wij met Pasen. Is het ook iets om bijvoorbeeld na te denken met wat er in de wereld nu gebeurt of zo? Dat je denkt van... Er wordt wel vaak de schuld aangegeven, maar daar ben ik het niet over eens. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven, voor onze zonde. Omdat wij fout zijn geweest. Dat doet hij met kruisiging. En nu? En nu? Heel veel mensen die associëren de slechte dingen die nu gebeuren, dat God dat doet. Maar God is liefde, dus dat kan niet. Het zijn de mensen zelf die dat doen. En dat is het mooie dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Dat we iedere keer weer mogen belijden. Dat onze zonden worden vergeven. Maar dan mogen we voor bidden en dan weten we dat het goed komt. Maar gaan we dan elke keer opnieuw iets beleven of zo? Dat staat in de Bijbel. In de Bijbel staat duidelijk geschreven wat er allemaal staat te gebeuren. En er staat dus nog veel meer te wachten. Maar wij weten straks dat er een hele mooie wereld aankomt. En ik hoop dat heel Nederland hier naar kijkt. En dat ze de hart open gaan ervoor. Want ik bedoel... Want waar gaan hun harten dan voor open? Voor de liefde van God. Daar gaat het om? Ja, daar gaat het absoluut om. Dat je het uitstraalt naar je medemens toe. Dus dan zou dat iedereen daar warm voor wordt. Dan wordt de wereld ook wat warmer onder elkaar. Dan maken we elkaar allemaal niet af. Dat zou een hoop schelen. Nou, ik ben 7 jaar geleden ben ik als zwerver in Hogeveen aangekomen. En toen had ik alleen nog vertrouwen in woonwagenbewoners. En juist op dat moment kwamen er woonwagenbewoners op mijn pad om met mij te bidden. Toen heb ik gezegd op 1 voorwaarde, als het niet helpt, moet je me niet tegenhouden als ik vanavond alsnog voor de trein spring. En die garantie die kreeg ik. Toen zeg ik van oké, deal, dan mag je me bidden. En dat was een gebed van amper 5 minuten, maar in een paar minuten ben ik wel zo krachtig aangeraakt door God. En hij heeft nadien mijn leven radicaal omgegooid. Ik ben van de drugs af, ik ben van mijn criminele verleden af. Ik ben van mijn woonruimteprobleem af. Hij heeft echt alles heeft hij weer nieuw gemaakt voor me. Waarom ik hier naartoe ben gekomen? Ja, om dit evenement mee te maken en van live en van dichtbij te zien hoe dat eigenlijk al die 1000 jaar geleden wat daar echt gebeurd is. En dat bewust eigenlijk te worden daarvan. Dus heel bijzonder. Ja, wat voor gevoel heeft u gegeven? Een beetje een gevoel van hoe heeft dat eigenlijk er zo vroeger uitgezien. En, een beetje een realistisch beeld daarbij kunnen krijgen, ondanks dat het gemoderniseerd is. Maar ja, een hele gave avond.
Ja, ik ben door het van zo dichtbij mee te maken, ben ik diep onder de indruk van wat Jezus voor ons over had. En te meer dat hij de macht had om eigenlijk het aan hem voorbij te laten gaan, heeft hij dit toch voor ons gedaan. En ja, het was een onmenselijk lijden. Ja, en dat hij het uit liefde voor ons heeft gedaan, dat raakt mijn hart.